Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Shiny Cage Lock met Sander van Gaming SB. Vandaag hoogstwaarschijnlijk de eerste cage match. Sander, ik doe helemaal niks, want die is natuurlijk weer grappig. Jawel. En wij altijd maar afvragen waarom het altijd zo lang duurt. Ja. Heb ik ongelijk? Ja, nou ja, jij vraagt dat altijd wel, nee. Ja, maar ik weet... Oh, dus ik snap jouw probleem niet. Wat is jouw probleem, Milan? Vertel het eens. Helemaal niks. Die Kakuna is ook geen probleem meer, want die is Kijkerparing. Kijkerparing? Jazeker. Hoeveel krijg je voor die Kakuna, of is dat de gymleader? Nee, dat is geen... Oeh. Hoeveel krijg je? Hoeveel experience? Ik moet weten. Ik weet het niet meer. Ik heb het niet echt opgelet. Waarom doe je dat nou niet? Waar zijn al die trainer rings? Ik moet ze gewoon allemaal verslaan, maar niet allemaal. Ja, of ik moet hem niet gebruiken, dat kan natuurlijk wel. Als hij bijna level up is... Kan wel. Kom maar goed. Yo, trouwens, 2-4-6? Holy damn, het intro momentje is zo ziek. Wauw. Ik had het nog niet eens door, joh. Kijk, 2, 4, 6. Het is echt zo. Het is acting zo. Gomi is gone. Ja. Kijk, deze mevrouw was niet heel moeilijk. Ik hoop alleen niet dat... Supersonisch. Dat de gymleaders heel sterk zijn geworden ofzo. Want dat zou heel kut zijn. Zou dat? Nee, toch. Mijn Fire-type is natuurlijk wel super effectief slim. Tackling. Bam. Critical hitting. Nou, ik ga jouw critical hitting met mijn Incinerate. Incinerating. Je bent zo funny, boy. Snap je? Ik heb het in mijn vorige aflevering ook al gemaakt, maar snap je? Oeh, Surskit. Oh, dat wordt voor mij ook vier Pokémon, ja. Ze hebben hem aangepast. En deze is al level 12. Oké. Misschien dat we dit even opnieuw moeten doen, nu we dit weten. Want ik dacht van, oké, bij level 30, ik doe one hit kill alles met Ember, maar dit zijn andere Pokémon dan normaal. Dat kan. Want dan ga ik de gym nog niet doen. Dan ga ik de gym nog niet doen als het zo werkt. Wat zonde. Ik weet alleen niet welke Pokémon het zijn. Ik kan gewoon nu resetten hoor, ik bedoel, dan houden we dit gewoon in de aflevering. Oh, niet in... Oh, oké. Ik was al aan het kijken of mijn intro kon resetten. Ik reset gewoon in-game, dat is geen probleem. Maar hoe doen we dat dan met level? En zo, ik dacht, je wil opnieuw opnemen, joh. Nee. Ik ga wel al die trainers hier verslaan, maar dan ga ik gewoon kijken in andere routes om eerst nog even wat trainers te fixen. Want... Maar hoeveel doen we dan? Welk level? Ja, dat is lastig. Ik ga kijken of ik ergens kan de gyms kan vinden. Ja, het moet vast wel te vinden zijn, toch? Ik nooit. Ja, ik zie het ook. Ik kan het ook zo gauw niet vinden. Ja, ik kan gewoon. Ga jij maar gewoon verder hoor. Ik kijk alleen. Yo, shiny?
Ik denk zo heel moeilijk moet dat niet zijn om te vinden, maar blijkbaar wel. Jim ziet de tweet. The levels have been tweaked, staat hij wel, maar ja. Ja. Daar heb je niet zoveel aan. Dan weet je nog niet wat. Ja, dan we kunnen dan voor kiezen om nog geen level cap te doen. Ja, kan ook. Zeg maar, ja. Laten we gewoon geen level cap doen dan. Als je daarmee eens bent. Oké. Okay. Ja, nee, ik doe het voor het best. Zolang je het een beetje buiten... Zolang je niet 10 levels hoger gaat dan... Of zo. Nee, het probleem is alleen wel wat we dus straks gaan krijgen. Is dat we dus... dit is de trainer voor de gymleader. Die heeft zoveel slechtere Pokémon dan de gymleader. dat je kan ook niet geen rekening mee houden, zeg maar. Want die gymleader heeft dus 4 Pokémon, waarvan de eerste dus al 12 is. Dat is sowieso niet haar ace. Nee, dat is een beetje lastig. En aangezien het nergens te vinden is welke Pokémon zij al. Ja, dan moet je een Let's Play misschien kijken en dan checken. En dan weet je ook al welke Pokémon. Ja, op zich is dat ook niet erg trouwens. Nee, is op zich niet heel erg. Het is goed om te weten. Dit soort dingen moeten we altijd even leren, zeg maar, hoe het werkt. Vooral met een omhek, weet je. Ja, je weet niet hoe het in elkaar zit. Logisch. Dus, Audino, hier kom ik. Dus ik durf jullie niet te beloven dat deze aflevering al een cage match komt. Sterker nog, er is best een kans dat er geen cage match komt deze aflevering. Jammer, ik had het wel gehoopt eigenlijk. Same. Ja, maar je weet inderdaad niet hoe hoog die levels en zo zijn. Ik zou het kunnen proberen, maar dat is wel risky. Dat is het zeker. En dan moet Azula even echt wel hoger zijn, als hij echt... Ja, die Surskit die heeft gewoon een wateraanval, zeg maar. Ja, oké, okay, maar daar heb ik mijn Rafael nog voor. Dus dat vind ik dan op zich nog niet zo erg. Charlotte. Haha. En dat in een web. Ja. Dat is wel grappig. Ja, dat is niet mijn grap dit keer. Nee, dat weet ik. Maar dat je het je opvalt, want dat is mij nooit opgevallen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat doet niet iedereen. De bolletjes volgen zij, hè? Ja, maar je loopt nu juist terug. Ja, dat weet ik. Oké. Okay. Maar dan moet ik wel de bolletjes volgen, anders dan raak ik verdwaald. Zie, zelfs met bolletjes volgen kwam ik er niet uit. Nee, man. Huh? Oh, zo. Oké. Okay. Ik ga niet bolletjes resetten. Oh, kun je niet terug? Ja, je kan wel terug. Hoe dan? Dat is goed, je moet terug kunnen, weet ik zeker. Oh, oké, okay. Je moet... Oké, raar. Maar hey, I just met you. And this is what the deck says, so here's my number. And call me Slurkma. Call me Slurkma? Dat is zo'n banger. Ken je dat nummer? Dat is echt een goed nummer, trouwens. A nerf. Nu mag ik geen berries eating. That I do not liking. Oké, Audino's verslaan. Dat wordt het nu. Ja, en zo... Heel prominent zijn ze nou ook weer niet, volgens mij. Nee, volgens mij ook niet. Of ik had ze net weg, dat kan ook. Am I getting rewind hurrying? Ja, ik hoor je wel. Ik negeer het. Dan moet ik niet naar achter kijken, dan negeer ik het natuurlijk niet. Dat is niet echt hoe negeren werkt, nee. Hij zit op één zo'n lijntje.
Dat klopt. Als je een line hebt? Dan zitten wij erop. Jij hier en ik hier. Screaming. Incinerate deze monkey. Het is geen monkey, het is een bunnelbee. Wel bee. Amber, nooit vergeet jouw naam. Kunnen bunnelbees ook met het eigen geslacht breeden? Dat ze bunnelbee zijn. Ah. Wauw. Vermoeiend. Oude dino's zijn wel een uitkomst hier. Om zo meteen verder te kunnen. Hoeveel beter is Flame Charge in vergelijking met Amber? Oh, dat scheelt echt helemaal niks. Maar je vergeet hem nooit weer, dat weet je wel. Cloaking in Flame, the user. Is Farfetch normal Races flying of is hij ook grass? Ja, dat is een goede aanval. Nee, ja, die is alleen normal zeker. Sorry, ja. Wie? Farfetch is normal flying. Waarom heeft hij dan een prei vast? Omdat hij van prei houdt. Oh ja. Fair enough. Die doof, die zou ik wel runnen. Shiny Audino? Oeh, heb je hier ook Azure? Dat zou ik ook wel zeer nice vinden. Ik weet nu ook niet of het sim is om met twee Pokémon die gym in te gaan, eerlijk. Ja, dat ga ik ook doen, want anders wordt het niks. Ga je wel met twee Pokémon die gym in? Ja. Ja. Ik heb wel een derde Pokémon, maar die ga ik nog niet trainen. Dan wacht ik wel tot mijn expansion. Ja, maar ja, met twee Pokémon wordt het ook lastig. Zeg maar. Ligt eraan waar maak je het wel ik lastig. Ik denk dat als we level 16 zijn, dat we een heel eind kunnen komen. Denk ik. Ja, dat denk ik wel. Zeker als we onze Fire-type level 16 maken. En alleen, dan moeten we denk ik alleen uitkijken voor de Surfskit. Daar heb ik op zich mijn Froakie nog voor, dus dat is op zich. En jij je Apom. Apom is dan niet zo'n hele goede defense, want het persist niet echt, maar het is iets. Dus ik denk dat level 16 een mooi uitgangspunt is. Oké, maar dan moet ik wel Foudino's vinden. Ik heb dat zou wel helpen. Heb jij ze al tegengekomen? Ik dacht... Ja. Eentje ik net. Dacht dat jij... sowieso veel meer tegen van was gekomen eigenlijk. Ja, de eerste twee encounters die ik in dit dingetje deed waren allebei Audino's. Daarom dacht ik van, oh, het zit echt vol met Audino's hier. Ja, dat valt wel tegen. Hey. Jij hebt ze veel meer dan ik. Het lijkt wel op, hè? Misschien omdat ik een meisje voorop heb en hij een of andere ability heeft of zo kan dat. Ik heb geen idee. Ik weet niet of dat zo werkt. Psyduck. Oh nee, ik zie dat mijn Apom een item heeft. Wow, cheater. Ja. Even kijken wat dat is zo meteen. Ik ben benieuwd. Waarmee je cheat? Kan ik er niks aan doen, Kees. Wat? Dat ik er toch niks aan doen kan, Kees. Dat zei ik. Ja, ik zei, nee, grapje. Maar ja, dat hoorde je. Dat zei jij nadat ik zei dat ik daar niet aan ja, kan. Ja, smoesjes. Ik heb bewijs, ik heb opgenomen. Lid Leo. Oh ja, heb je het op beeld staan? Ja, je hebt het op beeld staan. Ik run nu ook wel, alleen ik weet niet of dat slim is dan om te doen eigenlijk. Of dat ik nu ook gewoon die andere maar moet... Nee, ik denk dat als ik geen Audino krijg... Like, ja, ik denk dat je beter gewoon kan runnen, want dan ben je in ieder geval nog aan het shiny net als je geen Audino tegenkomt. Dat is waar. Op zich zijn ze level 6, nou is dat niet heel hoog. Maar... Het is wel iets... Oh, heb ik nou mijn switch aangedrukt? Nee.
wat mijn water aan erbij vullen. Toen drukte ik dus op de LZ van mijn Switch. Toen dacht ik, oh nee, mijn Switch gedaan. Nee, nee. Dat exact. Viel best mee. En dat was het niet. Wat? Viel allemaal best mee uiteindelijk. Het was helemaal geen paniek. Er was geen paniek nodig. Nou, weet ik niet. Was er geen paniek? Nou, ja, er was wel paniek, maar het was alleen niet nodig. Ja, precies. Nee, dat vind ik zo. Ja, jammer. Ik had gehoopt dat het een 8 was. Dan was het leuk geweest met de rest van het intro momentje. Maar het was een 9. Cloud 9. Yo, it's the circle matching with the Psyduck? What? Mian denkt echt, waar de fuck als je, gaat als je Shiny Psyduck tegenkomt, noem je hem dan Perry? Nee, dan noem ik hem Spyduck. Ja, dat vind ik nog beter. Ja. Of Silverduck. Het zou wel grappig zijn als de Golduck echt zilver is. Dat is wel funny, Jason. Deze shiny game. Alleen de gewone Golduck is al niet eens goud. Of als hij echt goud zou zijn. Weet je wat ik dom vind? Oh, nu komt de echte rant. Je hebt dus de 1000ste Pokémon in Goldengo, hè? Ja. Denk je, fucking ziek. Oké, goud. Dan denk je, zijn shiny. Ik ben echt benieuwd wat dat is. Dat is exact hetzelfde. Yep. Volgens mij hebben ze daar letterlijk geen moeite voor gedaan. Ze dachten gewoon van, ja, wie gaat die nou shiny hunten? Weet je, is wat moeilijk. Doen ze niet. Oh nee, toch wel. Of ze zijn, het zou me niet verbazen als die shiny locked is, want de shiny ziet er exact hetzelfde uit. Wat zonde is. Het is zo'n vette Pokémon, ik denk dat het zo vet was. Jij krijgt zoveel meer Audino's trouwens, maar ik denk dat het zo vet was als ze die gewoon een shiny hadden gegeven. Ja, hij heeft wel een shiny. Die exact hetzelfde eruit ziet. Nee, hij is niet exact hetzelfde. Hé, hey, Riolu, die ben ik nog nooit tegengekomen. Echt niet? Ik al meerdere keren. Nou, 2 keer. Dat is wel meerdere keren op zich. Meerdere keren is meer dan 1. Op zich is het waar. Snap je? Ik snap het. Farfetched? Ik vind dat wel een beetje farfetched. We hebben nog een regel niet afgesproken, bedenk ik me nu. Wat doen we met Mega Evolves? Ik heb geen idee. Ja, we kunnen gewoon doen dat je dan health items op die Pokémon moet hebben voordat dat mag. Hey, Audino. Audino. Ja. Dan moet je dus al wel een cage match winnen. Ja. Maar op zich, anders dan wordt het wel OP als je die hebt, zeg maar. Precies. Oh ja, dat doet Incinerate natuurlijk. Dat is fucking ziek. Hij heeft geen berry meer. En dat is Gen 4 now, am I right? Oh, hij had een Hyper Potion. Heeft hij pick-up dan? Ja, mijn Apom heeft pick-up. Ability. Dat is wel nice. Voor jou is het echt gunstig dan. Oh, voor jou is het echt gunstig om... om dan misschien health items al te kiezen mocht je winnen. Misschien moet ik dat ook niet zeggen. Want het is... Ja, dat weet ik niet. Want dan moet je ook maar net een goede health item krijgen. Dat is waar, maar hij heeft wel pick-up. Dus de kans dat je een goede health item krijgt is hoger dan ja, maar, ik hem heb. Zijn er veel goede health items die hij kan vinden? Meestal zijn er toch gewoon evolution stones en potions en zo. Oh. Ik weet niet precies hoe pick-up werkt eigenlijk. Maar... Ja, als zo'n truck, maar... Ja. Die ook wordt gebashlapt door een Audino. Ik wil nog meer Audino's tegenkomen. Nee, zeker nu ik weet dat ik Incinerate heb. Nou, wist ik dat daarvoor ook al, maar dat ik weet hoe Incinerate werkt. Nog één Audino'tje en dan ben ik klaar voor de gym. Maar ik ga ik kan de gym pas doen als jij de gym ook doet. Want anders moet ik wachten nadat ik de gym heb gedaan. Nou, ik zit een beetje mee dat ik dus weinig Audino's krijg. Ik vind het jammer dat ze niet een file hebben met in ieder geval de encounters, zeg maar. Net als dat je normaal op Wikipedia of Cerebi kunt opzoeken.
deze Pokémon zit hier, mm-hmm. deze Pokémon hebben de gym, zo hoog level. Deze percentage spawn rate. Ja, dat bedoel ik, ja. Dat is jammer. Zeker jammering. We hadden bijna naar Bulbapedia gegaan om te kijken van hoeveel spawn rate is de Audino hier. Maar de Audino zit hier waarschijnlijk normaal in X en Y niet. Dat durf ik je niet met zekerheid te zeggen. Maar dan nog, dan is de table toch aangepast. Dus. Ja, daarom. Hey. Waarom krijg ik nou geen Audino's? Dit is echt frustrerend. Ja, het kutste is nog dat mijn ding sowieso al best wel veel... Ja, ik heb er één eindelijk. Maar dat mijn Azula, die heeft best wel veel ook nodig om te levelen. Te levelen, ja. Dat is ook een beetje jammer. Beetje heel erg zelfs, zou ik haast durven zeggen. Maar op zich, misschien dat ik hiermee wel een leveltje krijg, ja... Dat is chill. Fury Swipes, oké. Okay. Wacht, evolueert hij niet op level 16? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, nice, ik ben benieuwd. Dan is hij ook meteen een stuk beter voor de gym leader. Ik weet niet wat ik moet. Ja, Furry Swipes is kut. Ik doe het niet. Keep old moves. Kan ik ook? Yo, hij is wel vet. Nou, kom. Hé, een Audino. Net nu ik besef dat ik geen Incinerate PP meer heb. Leuk. Nice. Nee, ik heb er nog één. Oké, dan is het goed. Kan ik die laatste paar damage met Scratch nog wel doen. Oh, deze had sowieso geen berry? Stond niet in beeld. Nee, sommige hebben geen berry. Ah, Stranger things, vind ik dat. Snap ik wel. Klopt het ook dat je nu niet meer kunt runnen? Of is dat gewoon een gevoelsdingetje? Nee, je kan als je niet... in het gras bent, kun je ook niet nee, runnen klopt. Voor een gevoel. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat is dan wel weer een domme game, ken ik. Ja, dan moet je volgens mij ze unequippen. Oh nee, volgens mij moet je dan moet je met de D-pad lopen. Maar dus voor net was het nog B om te runnen en waarom zouden ze dat nu ineens veranderen? Nou, er is verder je verandert, dat is niet veranderd. Het is alleen, als je nog geen rollerskates hebt, dan doet jouw, hoe noem je dat ding? Jouw trigger, zeg. Nee, dat is geen trigger. Waar je mee loopt. Ja. Die analog stick, zeg maar, die doet hetzelfde als jouw... als jouw pad. Alleen op het moment dat je rollerskates krijgt, die rollerskates zitten zeg maar op jouw hoe heet zo'n ding? Dat ding waar je mee loopt. Ja, stick. Ja. Ding. Dus je rollerskates zit op die stick en je normaal lopen zit op je pad, zeg maar. En als je gewoon B met de pad doet, dan doe je gewoon nog steeds rennen. Oké. Interesting. Durf ik het aan? Ja, ik eigenlijk niet, maar het moet toch wel. Ja, hoe spreken we dat af? Want stel jij verliest nu, dan vind is dat zonde. Ja, dat klopt. Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat je mag resetten voor deze ene keer. Normaal weet je ook van, de gymleader is zo hoog.
Ja, okay. Dus dan mag je gewoon nu 7 en resetten, vind ik. Omdat je dat nog niet weet. Oké. Okay. Maar dat betekent wel dat ik dat niet mag. Want ik weet dan wel hoe hoog. Dat vind ik dan wel netjes. Anders dan is het gewoon trial and error. Dan is het geen Nuzlocke meer. Maar ik bedoel, ja, jij hebt nul informatie. Ja, Surskit. Behalve dat hij een Surskit heeft wel even 12. Dat maar ik bedoel, ook voor volgende gyms. Gewoon de eerste die de gym doet. Ja. Die mag 7 voor de gym. Mag de gym 1 keer proberen. Als het dan niet lukt, dan mag die resetten. Okay. Of mag die sowieso 1 keer resetten, dat kunnen we nog in het midden laten. Ook als het wel lukt, maar hij verliest Pokémon. Mm-hmm. Of we dat dan ook doen, want dan, ja, dat weet ik niet. Maar Oké. Ik wou dat Audino's niet meer voorkwamen, dat was echt een stuk makkelijker geweest. Oeh, speed die, dat is kut. Oké. Vivian. Ik ga gewoon tegen deze dingen. Dan krijg ik ook zeker weten XP als ik daar nog heel lang ga. Niet. Kan Rafael ook nog wat? Leveler. Light screen, oké. Tact? Deed hij dat nou? Ik heb ook nog het gevoel dat, dat die gymleaders ook nog eens goed gebuild zijn, zeg maar. Competitive gebuild zijn. Oh, stunspoor, wat kut. Oké. Heb hier een Paralyze Shield. Oh, en zij doet Super Potion. Oh, gewoon een potion, denk ik, want zoveel werd er niet geheeld. En ik ben sneller, okay. Want ik, mijn speed is plus 2. Vivian is dood. Nog 2 Pokémon te gaan. Oeh, en level 17. Illumise. Ja, mijn speed is plus 3, dus ik ga nu gewoon Flame Charge blijven spammen. Ja, groot gelijk. Play Nice, wat gebeurt er nu? Attack Fell, oké. Okay. Flame Charge, ja. Oh ja, dat had ik je wel kunnen vertellen trouwens, want ik heb die move. Maar het registreerde wat laat in mijn breintje. Dat is niet erg. Light Screen Work Off, dat is wel... Ah, 2 keer Play Nice is wel heel kut. Ja, is Flame Charge physical? Ja, ik denk het wel, want de Light Screen wore net off, dus ik denk het wel. Want dan is het ongeveer, het is ongeveer dezelfde damage als wat hij net deed. Sweet Sand? Oh, wat een eikels. Illumise is ook dood. Nog 1 Pokémon te gaan. Volbeat? Of Vespiquen? Deze zou ook wel alleen normal zijn, of is deze dan wel? Oh, deze is wel ook. En een Ray. Dat is rock. Mm-hmm. Daar heb ik water voor, maar jij. Heb jij een fighting move op Apom? Nee. Nee, dat dacht ik al. Ik wil gewoon even. Nou, ik wil gewoon zo'n. Zo'n guy. Waar ik wel XP van krijg. Oké. Deze geeft ook geen. Ah, dat had ik wel gehoopt eigenlijk. Oké, die geval. Oh, Harden ook nog. Oh. Riolu, oké. Is Riolu al stil? Goeie vraag. Ik denk het niet, nee.
Oh. Nee. Nee, deed wel veel damage, maar anders geen stiebel, denk ik. Anders was hij nou dood. Ja. Nou, ik neem aan dat ik voor Riolu wel wat, wat XP krijg. Ook nog van een trainer. Oh, echt niks, joh. Ik kan... Oké, goed nieuws. Anorith heeft geen rockaanval. Oké. Okay. De vraag is, zal ik het risken en gewoon op level 14, want ik heb ook niet heel veel zin om hier nu te blijven wachten. Ik kan me voorstellen. Oh, met een pot, daar krijg je echt helemaal geen XP voor. Ember is special, toch? Ja. Ik denk dat het wel meer damage doet dan. Ja, dat dacht ik al. En hij is geburnt. Oh, dan is hij nu dood. See! Oké, ik ga even kijken of ik nog één... Ik wil gewoon één Audino, kom op. Dan... Oeh, Psybeam. Weet je wat, laat maar. Ik ga wel gewoon in. Ja, of ik moet nu gewoon hier hopen op een Audino en ondertussen gewoon iedereen verslaan in de hoop. Dan krijg ik in ieder geval nog XP. Moet ik geen Azure Worlds tegenkomen of andere Water Types. Audino incoming, ik voel het. Ik hoop het. Nog een Godver, dan krijg ik nu alle Azure Worlds, fijn. Dat was echt de enige bij wie ik denk, ja, die ga ik niet aanvallen. Heeft namelijk geen zin in. Oké, ik mag naar Pokémon Center lopen en verder mag ik niks meer doen. Ja. Dat is kut. Incinerate zal wel in één keer killen, dat is chill, oké. Mag ik speeden? Speed up? Ja. Ja, mag wel. Voor de mensen thuis. Ja. Om bij te kunnen echt komen. Echt heel kut. Deze aflevering duurt wel al 32 minuten. Oh. Echt? Oh. Mm-hmm. Doen we de cage match in de volgende aflevering dan? Dat sowieso. Dat sowieso. Doen we mijn gym battle ook in de volgende aflevering dan? Dat is misschien wel een beter idee. Maar dan wil ik wel even... Oh, zie, dit bedoel ik. Dan krijg ik nu al de water types. Kan echt precies wat ik niet nodig had. Je kan gewoon dat je eventjes offscreen heel even levelt. Kan. Deze aflevering duurt nu wel erg lang namelijk. Hey, Audino. Nou, dan hoeft dat niet. Oké, okay, bam. Je doet wel veel damage met die met Azula, dat is wel nice. Ik ben echt 9 levels hoger, hè. Mm-hmm. Als ik het vergelijk met wat mijn Fennekin deed tegen dat beest. Ik moet even nog 1 leveltje. Mina. Of nog 1 Pokémonnetje, want ik ben net geen level up. Dat is heel naar namelijk. Ik dacht, oh, het is Impulster. Hij verandert, maar dat was niet zo. Oh, nee. The Fans Krill is ook een soort Impulster, hoor. Dat is bijna hetzelfde. Nee. Nee, dat was een grapje. Oké, dan ga ik nu ook naar de Poke Sand Ring. En dan gaan we volgende aflevering verder in. Ja, dan ga jij de gym leader verslaan. En dan wordt het tijd voor een cage battling. Ja, en onthoud mensen. Jee. Onthoud J, oké. Blij dat we J onthouden. Tot de volgende keer. Adios, amigos. Joejoe.